smaakt anders wat hij heeft gedaan, maar het is wel lekker. Ja. En hij heeft geen vrijjes meer, hè, die gaat verrijden. Hey, hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op Good Life. Het is iets anders dan normaal, want normaal starten we 's morgens met vloggen en dan gaan we de hele dag vloggen. Tegen de avond zijn we een beetje klaar, maar vandaag hebben we eerst zitten editen en nu gaan we pas beginnen met vloggen, want we gaan namelijk naar Hellendoorn. Want alleen in Hellendoorn beleef je heel veel. Nee, dat is niet waar. Dat was Walibi. In Walibi beleef je veel meer. Avonturenpark Hellendoorn. Daar gaan we nu naartoe. Dus ik ga snel de auto in en gaan we rijden. We zijn er! Ja! Ik zag al die berg van die vlag met die berg erop. Ja. Ik wist al. We zijn er! Yay! Krijgen we ook zo van die grote huisjes? Nee, schat, dat is best te wonen hier. Zo, we zijn aangekomen bij ons hotel, Fletcher Hotel, restaurant Hellendoorn. Hotel, gaan we slapen en morgen gaan we dan naar de pretpark toe. Ja, inderdaad. We mogen meteen even het ontbijtje uitzoeken voor morgenochtend, een English breakfast, continental breakfast. Of je kunt ook healthy doen en dan ga je heel gezond een ontbijtje pakken. Wij moesten nu al beslissen, dus we gaan lekker voor de middelste. Trisha, we gaan spoorzoekertje gaan we spelen. Wat is dat? We moeten de pijlen gaan volgen. Dus ga de pijlen maar zoeken. Nee, niet voor ons. Ja, naar rechts. Ja, inderdaad. Goed zo. Rechtsaf. Ja. Is dat nog een pijltje? Ja. Ja, kom maar. Loop maar heen. Nou, hier weer terug. Oh, er staat een pijltje daar. Je moet die kant op. Ga maar. Zijn die voor ons gezet? Ja, voor alle gasten in het hotel, ja. Voor ons gaat het. Oh, jammer als je kaal bent. Ik vind dat echt lelijk. Dan, ja, had je nog die kops toen, hè? Dan is het echt zo heel leuk. Ja, jammer hè, jong. Ja, dan moet ik van het super mooi staan. Volgende keer ga ik het weer, dan doe ik hem roze maken. Nee, hetzelfde kleur. Maar ik vond het toen echt leuk. Zo, zijn we in onze kamer aanbeland, hè? Wat lief, krijgen jullie die zomaar? Ah. Hebben jullie meteen een nieuwe vriendje, dat is schattig. We hebben ook snoepjes. Oh, wat leuk. Lekker hoor. Snoep. Ik wil deze. Wie zegt dat jullie snoep mogen? Ik wil deze. Zit trooien. Het is wel een mooie, fijne, luxe grote kamer, jongens. Ja. Dan kunnen jullie mooi daar twee slapen, daar eentje slapen. Maar papa en mama, die hebben dadelijk ook nog een kamertje. Nee. Durven jullie dat alleen te slapen? Ja, ik nee, ik durf niet. Wie durft dat? Handje omhoog. Wie durft het niet? Handje omhoog. We gaan eerst hiernaast kijken dan, ja? Het is ook wel fijn, een bank hier. Deze gaan we weggooien. Oh, dan ben ik alleen dan. Ik wil een badkamer zien. Ja, prullenbakje erbij. Ja. Oh, de badkamer. Je hebt het geslapen. Oh, zullen we de badkamer ook gaan bekijken? Zullen we een douche hebben of zullen we een bad hebben? Bad, weet ik niet. Een bad. Hopen jullie dat? Ja. Jullie staan aan te popelen. Nou. Ik hoop een bad. Een bad! Dan mag je daar nog even lekker bad in. Oh, kijk, zo mooi. Het is een douche. Mooi, hè? Hoe laat gaan we in bad? In staan, in douche. Ga eerst je nakijken en dan mag je dan lekker in bad, ja? Jee, dat is echt een luxe kamer, dit. Ja, en dit is kamer 2. Oh, maar is ook lekker ruim. Oh, kan je even zitten? Kan ik nog even editen hier? Oh, maar kijk, schat. Hey. Dat is helemaal top. Hé, kinders, jullie blijven dadelijk alleen slapen, of jullie nou willen of niet. Papa en mama gaan hier slapen. Nee, ik wil bij jou. Ik wil bij mama. Ik durf niet alleen. Ga lekker daar genieten. Oh. Of ik een bad heb, want dan vind ik natuurlijk zelf, oh, dat heb ik ook. Ik ga dronken in een bad leggen. Welterusten. Lieverd, lekker in bad geweest. Ja. Jij ook welterusten, schatje. Hè? Slaap lekker. Uiteindelijk blijven Tricia en Jenna hier op deze kamer samen met mama. En ik ga naar Jason, naar onze kamer. Ja, ik ben ook klaar wakker. Ik ga proberen om te slapen, maar ik denk dat het niet gaat lukken. Ik sla je wel in slaap. Ja. Liggen die bedden lekker, hè? Ja, ik zal je niet missen, want ik bedenk dat ik zo ben vertrokken op het bedje in huis. Nou, dat zie ik al. Wat was de schattig al vroeg. Ja. En wat denk eraan? Oh, je moet wel een ontbijttafel zetten, dus. Nou, tot zo, mensen. Tot dadelijk.
Ook goedemorgen. Zo. En heb je lekker geslapen? Ja. Ja? Wat ga je doen? Hey. Wat denk je? Ik denk nog even aan mama zijn bedje. Oh, dat is dat toch lief van jou, hé. Wat ben je lief, wat een goeiemorgen. Ik doe altijd lief tegen mijn zusjes en broertjes. Oh, aan mama dan, en papa? Ook. Talisha, ik heb toch niet gesnurk? Ik kan dat niet weten. Hé, we gaan het aandoen. Talisha en Jason en ik moeten naast elkaar zitten. Willen jullie dat? Ja. Nou, gaan we naast elkaar zitten dan. Ja, ik wil naast Talisha. Dat ziet er smakelijk uit. Dat is ook wel goed voorbereid, hè? Ja, mooi, hè? Is lekker, hè? Dus jij wil een eitje? Spiegel-eitje? En jij wil broodjes. Zo, voor Jaden. Voor Jalicia. Pak die maar vast aan, want die zijn toch nog aan het halen. En voor mama lekkere broodjes. Dat wordt weer smikkelen en smullen. Smakelijk eten allemaal. Ja, dankjewel. Ah! Oh, het smaakt wel eens anders wat ik heb gedacht. Lekker dan ook niet zo lekker? Ja. Het smaakt anders wat ik heb gedacht, maar het is wel lekker, ja. Ik vind het wel lekker. Ik ben zo trots op een jongen. Dankjewel, lieverd. En zo verlaten wij het Fletcher Hotel, restaurant Hellendoorn. En dat ligt praktisch om de hoek bij het avontuurpark. Met de pretpark. Ja, dus nog één minuut zijn we daar. Dus ik zou zeggen, snel instappen. Yay! En hoe was het ontbijt? Heerlijk. Ja, mooi. En we hebben goed gegeten, dus ze kunnen er wel vanop gelieverdeerd zijn. Aanraden je het hotel? Ja. Mooi. Zeker voor gezinnen met kinderen. De kamers zijn vrij ruim. Ja, 5 minuutjes, jongens. Je bent in Hellendoorn. Niet 5 minuutjes, 2 minuten. Niet eens precies. Alweer, dan moeten we weten dit. Nou, we gaan instappen. Ja! Zijn we er klaar voor? Ja! Maar ja. Ik zag al dat dit verkeerpas 40 keer zijn geweest. Ja, kom maar, uitstappen. Kijk, solo squat. Solo squat! Nou, als eerst gaan we heel even in de oldtimers, hè meisje? Ja. Wel goed sturen, hè? Ja, mama, doe rustig. Ja, maar als je verkeerd stuurt, zitten we er wel. Ah, kijk dat we er tegenkomen. Hallo, schat. Hi, Zeden. Dag. Nou, Jason. Pas ga je Dat kan harder. Leuk voor de buren, dat kan nog harder. Alrighty then, de laatste keer nog één keer op de allerhardst. Wat zeggen we dan? Ik ben blij dat ik niet in ben geweest met Jason en Jason en papa zijn heel nat. En wij zijn lekker? Droog! Yay! Wij willen niet nat worden. Nee. Alleen in het zwembad. Voor ik ook kon vragen wie daar in de tornado wou, stonden ze alle drie al in de rij. Dag mama! Daar gaan we, Jaden! Hou je goed pas op! Durf je erin? Jawel. We gaan de riool in. Wie durft er mee? Ik. Ja, oké, kom maar. Kom er mee.
Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja? Gaat papa als eerste, ja? Ja. Oh, deze achtbaan zijn we gekregen geweest. Kom maar, welkom in de riool. Je hoeft hier niet bang te zijn. Heb je wat vast? Ha! Een rat! Nee, dit is daar. Ik zie het niet. Kom, help maar. Dit is een nightshot, dan kunnen we in het donker ook zien. Oh, oké. Hé, heeft er geen praatjes meer, hè, dat we rijden. Nagemaakt, is gerecht riool. Wat mogen we nog een keer? Ja, omlopen naar buiten mag je aansluiten. Oké! Okay. Willen jullie een ijsje verdienen? Ja! Oké, okay, dan moet je hier beginnen, dan moet je rustig naar de overkant lopen, ja? Zitten. Ja? Het moet recht zijn! Nee, dat moet gewoon doorgaan! Nee, in het midden! Ja, dat is te langzaam! Oeh, Jason, kom erop! Oh, ik ga huilen. Kom op dan! Hé, hey, kijk, je hebt een ijsje verdiend. Dat is waar, je hebt een ijsje verdiend. Waar is je op het brug? Jaden, 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 yeah! Het water moet niet zakken, Wilson! Ik geloof dat ik overgeven moet. Dit is zo lekker! En dan gaan we over! Zo lekker naar de papa! Ah, lekker zo! En we zijn weer geland! Oh, voel je er geen krachten? Ik voel krachten! Lekker hè? Ik heb de krachten weer! Zo, dan mogen jullie uitstappen, dan mag Jalicia instappen. Gaan we nog een paar andere kinderen tegen, die wilden met ons mee in een bootje, hè? Ga je bij haar op schoot zitten? Vind je het elkaar zo leuk? Kijk, daar staat de cameravrouwtje, moet je even lachen. Dag mama, dag papa, dag broertje, dag mama. Nee, wij zijn nog steeds niet natte, wij zijn een goede keuze, hè? Ja, maar we zijn nog steeds niet aan het einde van de baan, hè? We hebben nog een lange weg te gaan, hè? Nee, deze vaart niet naar Zuid-Afrika. Jij wil niet naar het waterval. Die gaat er nu weg. Ja, nu gaan we naar de waterval. Goed vasthouden. Kijk, ik wil nog een keer een water op ons eerste. Je mag nog. Weet je wat ik hier stiekem heb gedaan? Nou. Ik heb een keer stiekem toen bij de waterval in plaats van de stoel. Oh, nou weet iedereen het, hè? Oh, maar dit is een leuke golf. Even kijken, ja, dan komt hij goed uit. Nee, hij komt slecht uit, hij komt bij mij uit. Nu ben jij de pineus. Ja, maar nou ben jij de pineus. Sproeidingen aan. Ja, daar heb ik mijn tante mee gekregen. Nee, hij heeft toch gelicht. Maar ja, die staan vandaag denk ik niet aan, of wel? Maar ja, wel, die zijn aan. Staan die aan? Oh jee, daar komen ze dan, de sproeidingen. Geintje! Nou, geintje. Ja. Hey, je bent net zo'n losse koet, jij. In het oude ziel was die band lek. Drie vloggers hebben een keer hier een rubber opblaasbootje gedaan, hè? Ja. Toen waren ze bekleed als piraat. Laatste paar golfjes. Nee.
Ik ben helemaal niet wakker geworden. Nou, dan ga ik er gewoon er even in gooien. Ja. Nou, zo Ruben erin. Nou, dan gooi ik Ruben erin. En wie ga je daarvoor meebrengen? Nou, kindertjes, hebben we een leuke dag gehad vandaag? Ja! Jullie hebben echt goed kunnen draaien nou, hè? Ja! Ze wie voor sluit de vlog van vandaag af? Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even te snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.